Ja, hier heb ik André Verduin liggen in mijn hand, een miniatuur. En uh, dit moet dan het uh, boutje, moertje, nipje en uh, schroefje voorstellen, wat je uh, ooit uh, vroeger uh, gezongen hebt. Soeterwouden naar Dennis doet mee aan de grote, kleine treinencompetitie van omroep Max. Anders dan de naam doet vermoeden, draait de wedstrijd niet zozeer om de treinen, maar vooral om wat er omheen wordt gebouwd. Het moeilijkste is eigenlijk. Uh... Ja, het echt nabootsen van, uh, van hoe het in werkelijkheid is. Om het ook echt zo, zo mogelijk uh, realistisch te lijken. Uh, ja, dat, dat is die uitdaging ook. De miniatuurbouwer staat zaterdagavond met Team Blauw in de finale van het TV-programma. Waarvan Dennis thuis de studio heeft nagebouwd. We hebben hier de juryleden. Dat is Joyce en, en Evan. En, uh, en niet te vergeten, André, de presentator. De vertrekstaatborden staan, uh, staan er al. En, uh, Laten we zeggen, de, de houten kistje met de, de logo's, de Grote Krijnig Treinencompetitie. Je doet gewoon van een originele foto, uh, maak je het, ga je het in de computer uh, op de ware groter maken. En uh, op fotopapier uh, ga je het uitprinten en dan uitknippen en plakken. Dan, uh, dan is het uh, klaar. Tijdens de uitzending van de halve finale had Dennis een verrassing voor zijn vriendin. Dan moesten we de liefde uitbeelden, en uh, ja, dat mocht ik gaan doen. En uh, ja, ging ik op de knieën voor de. Uh, en uh, dat heb ik in werkelijkheid ook gedaan, thuis, tijdens de uitzending. En uh, ik ben hier uh, op mijn knieën gegaan worden. En uh, ja, gelukkig heb ze ja gezegd. Verrassing, hè? Ja.